De politie vraagt op verzoek van de procureur des Konings van Neufchâteau om volgend opsporingsbericht te verspreiden. Op woensdag 15 februari 2012, tussen middernacht en 1:30 's morgens, hebben onbekenden ingebroken in de supermarkt Delicache aan de rue de Neufchâteau in Recogne, nabij Libramont. De daders drongen binnen langs de centrale toegangsdeur en werden gefilmd in de gangen van het warenhuis. Ze doorzochten het gebouw en vertrokken weer zonder buit. De drie inbrekers droegen donkere kledij. Ze zijn normaal gebouwd en tussen 1,70 meter en 1,75 meter lang. Ze zijn van Noord-Afrikaanse afkomst. Dader 1 is ongeveer 1,70 meter en normaal gebouwd. Hij heeft kort geschoren zwart haar. Hij droeg een donkere, mogelijk een zwarte vest, een lichtkleurige pul en zwarte handschoenen. Hij droeg donkere oorbeschermers. Dader 2 is slanker en ongeveer 1,80 meter lang. Hij heeft een smal gezicht en kort haar, opgeschoren aan de zijkanten. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte vest met kap en een jeansbroek. Dader 3 is normaal gebouwd en ongeveer 1,70 meter lang. Hij droeg een jeans en een donkere winterjas met kap. Op zijn hoofd had hij een lichtkleurige wollen muts. Kent u deze mannen of weet u waar ze verblijven? Aarzel dan niet contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0.